Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op ItsUltrex, de enige echte natuurlijk. ik heb een mededeling, jongens. Ik heb een mededeling op mijn YouTube-kanaal. En die mededeling is dat ik ga stoppen met de Efteling. Ik ga ermee kappen. Ik vind het eigenlijk na 5 jaar... vind ik het eigenlijk mooi geweest. Het park doet mij niet echt veel meer. Voldoet me niet meer echt veel aan de verwachtingen. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik ben ook een beetje klaar met. Alle mensen die er rondlopen. Ik word in december. Word ik 47. En op mijn 47ste vind ik het eigenlijk wel een beetje. Ja, ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee om tussen 18-jarige grut te lopen. Die het licht niet in de ogen gunnen, want dat is ook zo. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Ik ben er een beetje klaar mee. Ik kap met de pretparken. In ieder geval met de Efteling. Ik ga het nog 1 maand. Deze maand is natuurlijk net begonnen. Die maak ik nog even af. Ik wil nog even een stuk of 2 keer naar de Efteling deze maand. En dan is het voorbij, jongens. Dan zit ongeveer bijna 6 jaar zit ongeveer de Efteling zit erop. 6 jaar de Efteling gedaan. Leuke dingen meegemaakt. Hele vervelende dingen meegemaakt. Wijzer geworden. Leuke ervaringen opgedaan, minder leuke ervaringen opgedaan. Het is toch wel een beetje, met een weemoed terugkijken naar zo'n lange periode Efteling. Want we hebben echt wel een hele lange tijd de Efteling gedaan. Hele leuke dingen meegemaakt. Ik heb ook hele minder leuke dingen meegemaakt. Heb ik nooit wat op het kanaal over verteld. Gaat ook niet iedereen aan. Ik ben er na eigenlijk ongeveer 6 jaar ben ik eigenlijk wel klaar mee. En ook met 6 jaar in het park rondlopen ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik ben klaar met met de wachttijden daar zo. Met alle verbouwingen die er momenteel zijn. Want er zijn zoveel verbouwingen. En het zal best wel mooi zijn. Natuurlijk, dat geloof ik zeker dat het wel mooi zou zijn. Misschien ga ik er ook nog wel weer eens een keer terug. Gewoon als gast, gewoon met een kaartje. Maar het is ook zo dat momenteel een abonnement niet echt meer. Het is eigenlijk niet meer dekkend van de tijden die ik ga. Vroeger ging ik natuurlijk altijd heel vaak naar de Efteling toe. En dan haalde je zo'n abonnement eruit. Maar tegenwoordig is het gewoon bijna niet meer rendabel. Omdat ik ook niet echt heel veel meer ga de laatste tijd. Ik ben een beetje, uitgekeken erop. Ik ben ook uitgekeken op de mensen die er rondlopen daar. Zo, dat heb ik al 3 keer gezegd. Maar dat wou ik toch nog ook eventjes kwijt. Niet altijd netjes behandeld. Maar goed, in ieder geval. Het zit erop, jongens. 6 jaar Efteling. Ik ga nog wel eens een keer een compilatie maken van wat ik in die 6 jaar tijd allemaal gedaan heb. Hele leuke dingen meegemaakt, hoor. Dat wil ik ook wel zeggen. Vooral het eerste jaar was wel ontzettend leuk. Maar ik vind het eigenlijk steeds meer tegenvallen. Per jaar wordt het alleen maar minder. Natuurlijk geen 9 pleinenfesteinen meer. Die waren opgehouden. En ik zie me eigenlijk niet meer als 47-jarige daar door de Efteling heen huppelen. En ben er een beetje klaar mee. We hebben natuurlijk ook de kermissen. Die gaan ook gewoon natuurlijk door. De volgende kermis is een hele grote kermis. Als het goed is die morgen al, als jullie dit zien. En het is mooi geweest. Een mooi tijdperk wordt afgesloten. Ik wil er nog 1 of 2 keer wil ik er nog naartoe gaan deze maand. En dan ga ik nog een vlogje opnemen. En dan is het wel gebeurd. Dan is het eigenlijk wel gebeurd
voor mij. Want ik, ja, ik vind het gewoon niet rendabel meer. Ik heb het eigenlijk ook te druk. Heb ik het eigenlijk om elke keer maar weer naar die Efteling te gaan. Kost mij elke keer weer een vrije dag en zo. En ja, in het begin was het nog wel leuk. Maar als ik nu een vrije dag ervoor moet opofferen, dan denk ik bij mij eigen van ja, is dat het wel waard? Nee. Ik vind het echt, ja, ik vind het gewoon steeds meer tegenvallen. En ook met de kermissen die we momenteel natuurlijk allemaal doen, heb ik ook bijna geen tijd meer voor. Dus Taubé Efteling, ja, het was een leuke periode. Een mooie periode. Ik ga nog een keer een afscheidvideo maken van de Efteling. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. Deze maand nog ben ik één of twee keer in de Efteling. En dan is het afgelopen met de Efteling. En dan ja, is er weer een tijdperk afgesloten. Ik ben in 2006 of zo ben ik ermee begonnen met het avontuur. En nu in 2022 vind ik het eigenlijk wel weer mooi geweest. Netjes, het is een leuke periode geweest. Maar ik sluit deze periode graag af met nog een keer een leuk Efteling bezoekje. En dan ben ik het eigenlijk wel, ben ik eigenlijk wel klaar mee. Dat was dus even de, ja, dat was eventjes de mededeling die ik even wou doen. Ik wou er toch nog even een vlogje over maken. Even vertellen waarom ik ermee stop. Ik ben er gewoon eerlijk in. Ik zeg ook gewoon eerlijk. Ja. Wat ik ervan vind. En ja, het is niet meer eigenlijk aan mij besteed. Ook de mensen met wie ik normaal natuurlijk altijd naar de Efteling gaat, dat wordt ook steeds minder. We gaan een beetje allemaal eigenlijk onze eigen kant op. En ja, om alleen te lopen in de Efteling, daar heb ik ook geen zin in. En ja, dan ga je automatisch ga je minder er naartoe. En dan ja, sta ik niet meer rendabel om een abonnement te nemen. Dus bij deze dus, deze mededeling. Ja, een misschien best wel heftige mededeling. Maar ja, het zit erop. Het zit erop in ieder geval. De kermisvlogs die gaan natuurlijk wel gewoon door. Hierna kunnen jullie weer een hele mooie kermisvlog zien. Een kermisvlog. Ja, wat eigenlijk een verrassing was. Ricardo had het al 2 maanden geleden. Heb het altijd al gezegd. We gaan dus binnenkort gaan we dus naar een hele mooie grote kermis toe. En die kunnen jullie zien in de volgende video, volgende vlog. Dus ik bedank jullie al voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Groetjes van deze kant. Liken, abonneren. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. En tot de volgende vlog. Bye bye. Hoi!